Wat we willen vandaag wat mensen echt opsteken, is dat ze inzien waar voor hun de kansen liggen op internet en hoe Google producten hun daarbij kunnen helpen om dat te realiseren. Mensen vinden het ontzettend leuk dat ze bij Google op bezoek zijn. Eindelijk is er heel direct contact met Google. En wat ze met name ontzettend leuk vinden is de 1-op-1 sessies die wij hier hebben georganiseerd. Dat ze echt met iemand van Google kunnen zitten en kijken naar hun AdWords account en dat dus kunnen gaan verbeteren. Wij weten eigenlijk zelf niet heel veel van Google AdWords en wij zouden eigenlijk zelf daarmee willen gaan werken in plaats van het uit te besteden. Het was nu gewoon fijn om te horen van wat doen we goed, wat doen we niet goed. We konden heel specifiek in ons eigen account kijken van nou, dit doe je goed, dit doe je niet goed, hier kan je nog punten op scoren. Dus het was heel specifiek punten om het nog verder te verbeteren. Het is niet zozeer dat het scheelt aan kennis, maar het ontbreekt ondernemers vaak aan tijd. En wij innoveren continu in nieuwe advertentieformaten en nieuwe technologieën. En ik denk dat als ondernemer moet je daar behoorlijk wat tijd in investeren om daar gebruik van te maken, dat allemaal te leren. En vandaag willen we dat juist in korte workshops en bondige workshops heel duidelijk maken en concreet maken voor mensen, zodat ze daar gelijk mee aan de slag kunnen. De workshop ging over effectief bieden en meer conversies. Dus eigenlijk om adverteerders te laten zien welke middelen er zijn in AdWords. Waardoor ze effectiever hun biedingen in AdWords kunnen inzetten. En ook hoe ze als ze conversies bijhouden gebruiken. Hoe ze ook meer op ROI kunnen sturen in AdWords in plaats van op verkeer naar de site. Er kwamen twee dingen eigenlijk veel terug de afgelopen dagen. Enerzijds hoe mensen beter de koppeling kunnen maken tussen de data in Analytics en de data in AdWords. Dus daar gaan we ze ook van een handleiding van voorzien. Mijn workshop vandaag ging over betere zoekwoorden en targeting, waarbij ik mensen leer om beter na te denken over welke zoekwoorden ze kiezen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun advertenties vertoond worden aan de juiste gebruikers van de zoekmachine. Nou ja, je hebt search content en je hebt display content en dan moet je campagnes echt gescheiden houden. En dat is iets waar ik me niet van bewust was, maar nu wel. Heel veel van geleerd. En ik denk dat ik hier zeker niet voor niks ben gekomen. Ze heeft netjes uitgelegd op papier, neem mee naar huis en kan ik meteen zelf aanpassen. De verwachtingen die ik vanochtend had, die zijn zeker uitgekomen. Eigenlijk misschien wel boven verwachting. Als we de cijfers mogen geloven die op het scorebord staan, gaat iedereen hier met een smile en een hoop actiepunten naar huis.